Oké. Kun je even in de lens kijken? Ja, prima hoor. Nou, dat was het. Mijn naam is Joke Aartsen en ik ben met mijn moeder eigenaresse van deze wassalon. Het allereerste wat ik doe als ik binnenkom is koffie zetten. Al of niet met jas aan, want meestal heb ik al een uur of anderhalf uur achter de rug met wassen ophalen bij bedrijven. En dan heb ik echt wel zin in koffie. Goedemorgen. Mijn moeder is in principe op Steeg over Sloot begonnen. En wij zijn dus van schippers afkomst. En mijn moeder had geen papieren. En dat was toen de tijd voor een wassalon niet noodzakelijk. En toen is ze na een paar jaar heeft ze Spuiplein erbij gekocht. En toen heeft mijn vader tijdelijk de overbrugging gedaan op Steeg over Sloot totdat ik van school kwam. En toen is mijn vader eens weer gaan varen en ik ben op Steeg over Sloot gaan staan. De gemeente wil dat wij hieruit gaan. En de reden is, het pand wordt niet gesloopt. Maar ze willen een andere detailhandel van beter aanzien. Dus ik vind persoonlijk komt het erop neer dat wij eigenlijk dan te min zijn om hier te zitten. De gemeente heeft wel toegezegd in een ander pand, een ander onderkomen te zoeken. En we hebben wel gevraagd of het alsjeblieft in deze buurt mag, omdat ik toch de meeste klanten komen uit deze buurt. En vooral veel horeca, wat gewoon lopend gebracht wordt. Of op de fiets. En ik heb dadelijk in de zomertijd altijd weer de toeristen. Die ook dan op de fiets, maar het meeste toch wel de jachtjes weer. Die speciaal Dordrecht aandoen. Om te wassen, want wij zijn als enige wasseretten in de Almanak. Wateralmanak bekend. Dus de mensen leggen echt hier aan om de was te doen. Er blijken toch nog erg veel mensen te zijn die echt geen wasmachine hebben of geen droogfaciliteit. En je mag hier dus niet alleen maar komen drogen. Dus de mensen zijn verplicht om eerst de was te laten doen. En ja, men vindt in principe bij een anderhalf uur klaar. Wassen, centrifugeren en drogen. De meeste klanten gaan als ze de was in het wasmachine doen, de boodschappen doen of even naar de stad. Zelfs ook nog naar de kapper. En dan komen ze terug. En dan meestal terwijl de was in de droger zit, gaan ze soms bij elkaar of soms apart aan een tafel zitten. En dan kunnen ze inderdaad koffie of thee krijgen. En de leesmap lezen of de krant. Ik vind het hier gezellig. En een wasmachine zou ik best kunnen kopen. Graag zelfs. Maar ik ben altijd bang als het stuk gaat, weet je wel. Dan moet je weer 14 dagen wachten of een maand. Nou, dit vind ik het beste wat er is. Ik hoef geen wasmachine te hebben. En makkelijk. Ik kom thuis, gelijk alles in de kast, hier opgevouwen. Als een klant een grotere was heeft als een voor één wasmachine, dan doen wij het sorteren op wit en bont. Of eventueel een lichte bont en een donkere bonte. Dan wordt het in het wasmachine gedaan, daar gaat zeeppoeder bij. De rest doet het wasautomaat allemaal volautomatisch. Meestal staat hij na drie kwartier stil. En dan gaat het daarna in de centrifuge. En dan van de centrifuge naar de droger. En als we het uit de droger halen, vouwen we het op. En dan hebben we de restaurants. En dat moet allemaal, dat noemen wij schudden. Dat er dus geen lucifers of nog etensresten in de kleedjes of servetten zit. Dat wordt dan in het wasmachine gedaan. Bij sommige klanten die willen heel graag stijfsel, dan gaat er in het laatste spoelwater bij. En dan heel even in de droger. En dan gaat het door de mangel. Op Steeg over Sloot verkochten wij ook ijs en panties, had je zo'n speciaal kousenrek.
En daar werd toen de middenstand voor gevraagd. En dat had ik toevallig ook op school gehaald. En toen later dat ik hier ben begonnen, ben ik bij de TNO in Delft speciaal certificaat gaan halen voor wasserij. Acht jaar lang kom ik hier al mijn was, zeg maar, doen. En doe ik één keer in de week kom ik dan hier gewoon en dan drink ik gelijk een bak koffie erbij. Het is een beetje gemakzucht, is dat. Een wasmachine kost ook alweer 1000 gulden, zeg maar. En om dat in één keer, zeg maar, te sparen, dus bij zo'n bedrag is dat. En omdat je hier naar die wasseretten kan, zeg maar, 15 gulden is toch iets goedkoper. Het voordeel is eigen baas. Een heel gevarieerd publiek. En 99% heel dankbaar werk, want de mensen zijn altijd heel erg blij als ze de was weer schoon en opgevouwen terugkrijgen. Ik vind het gewoon heel erg leuk. De nadelen zijn gelukkig weinig. Ik moet dan wel, voordat ik hier open ga, haal ik ook weer wasgoed op bij horeca, bij bedrijven. Van sommige restaurants heb ik de sleutel dat ik gewoon de was bij de achterdeur op kan pakken. Het is ook vrij zwaar werk, al die wasmanden elke keer optillen met nat wasgoed. Ja, en de lange dagen die ik maak, maar het weegt niet op eigenlijk tegen de voordelen die ik heb. Na sluitingstijd breng ik dan ook weer bij de horeca of particulieren het wasgoed weer terug. Of eventueel ophalen en dan de volgende dag weer terug.